Altijd in de buurt en onderweg. Ja, en ik ben inmiddels in die Discovery Truck van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij staat in Meppel bij het Gredanus College. Ja, er worden allerlei wetenschappelijke proefjes gedaan in die truck door leerlingen. Die is helemaal vernieuwd, hè, Steven? Hij is een tijdje eruit geweest, geloof ik ook niet. Ja, dat klopt. Ja, want de truck op zich, daar heb je gelijk in, die bestaat al veel langer. Maar er zijn wel heel veel nieuwe dingetjes weer toegevoegd. En ja, ik heb hem nog nooit eerder gezien, dus ik moet even aan Theo Jurriens van de universiteit vragen. Theo, wat is er nieuw aan deze truck? Ja, er is een heleboel nieuw aan deze truck. Heel bijzonder is, en even kijken of we het al een klein beetje kunnen zien op het schermpje daar. Nee, de zon staat nog een beetje laag. Hier, op het vaste gedeelte van de truck, en we hebben ook een uitschuifgedeelte, hebben we zonnepanelen gekregen. Nee, in het hoekje hebben we ook een oplaadstation voor mobiele telefoons voor de leerlingen. En krijgt dus indirect de stroom van de zon. En ja, vandaag waait de wind niet. We hebben een uitschuifbare mast. Jouw mast is hoger, ja, trouwens. Ja, dat wel. Ja. Ja. En daarmee kunnen we dus laten zien hoe windenergie werkt. En is die al self-sufficient? Nee, daar zijn we nog te groot voor. Maar er ligt nog een kabeltje richting de school, vrees ik. Wij maken alles zelf. En wat dus leuk is, de leerling kan het ding zelf in de wind plaatsen en zien hoe dat werkt. En nou, ik kom straks nog bij je terug, hoor, want Mark die staat hier ook, hij zit in HAVO 3 en zijn oogjes begonnen helemaal te stralen toen hij hier binnenkwam. Dat is toch zo, Mark? Ja, het ziet er hier prachtig uit met mooi gloednieuw, enorme tv-schermen hier. Ziet er heel leuk uit. Vet noemen ze dat, of niet? Ja, vet cool. Ja, en heb jij iets met techniek? Ja, het lijkt me een heel leuk vak. Het is leuk met je handen bezig en dingen maken en dan kijken of het werkt. Ja, nou dat kan vandaag denk ik allemaal. Gert Hulzebos, hij is leraar techniek en natuurwetenschap op deze school. Ja, het Gredanus College is een universumschool. Ik had er nog nooit van gehoord, maar wat betekent dat? Dat klopt. Ja, we krijgen vanuit de overheid subsidie, zeg maar, om extra aandacht te geven aan beta-vakken. En werkt dat? Zijn er meer jongeren die daarvoor kiezen? Ja, er zijn meer jongeren. In 3 jaar tijd zijn wij van 15% naar 49%, ruim 49% gegaan. We hopen dat we vast te kunnen houden, maar eerst lijkt het heel erg goed en mooi. Ja. Ja. Theo, wat is de bedoeling van deze truc, van deze dag? Nou ja, eigenlijk hetzelfde wat Gert graag wil. Wij willen jonge mensen enthousiast maken voor de natuurwetenschappen. Er zijn een heleboel problemen op onze aardbol. Bijvoorbeeld klimaatverandering, energietoekomst, maar ook bijvoorbeeld heel belangrijk natuurlijk het maken van nieuwe medicijnen. En dat doe je niet met juristen of psychologen. We hebben gewoon mensen nodig, zoals Mark, die natuurkunde en scheikunde fantastisch vinden. Ja, en daar probeer je ze dus een beetje warm voor te maken. Ja, en een stukje enthousiasme overbrengen. Ik ben zelf ook groot geworden dankzij enthousiaste mensen om me heen. En ik hoop dan op deze manier het ook weer een klein beetje terug te doen. Ja, en je bent eigenlijk dus dagelijks met deze truck op pad? Ja, gemiddeld 4-5 dagen per week. We zijn deze week begonnen in Elburg, Hoorn, vandaag in Meppel. En morgen sluiten we af in Leeuwarden. Ja, en Meppel is jouw geboortestad, hè? Ja, een paar honderd meter hier vandaan. En dus ik heb hier nog steeds goede herinneringen. Ja, hoe reageren jonge mensen in zijn algemeenheid? Nou, in de regel enthousiast. Komt natuurlijk ook omdat de omgeving anders is dan op school. Ja, want er staan hier allemaal tafeltjes, er liggen witte jassen op de stoelen. Dat ziet er wel heel spannend uit. Ja, we gaan zo meteen een leuk experimentje doen. Ja, vertel eens, want daar is Anouk zo benieuwd naar. Wat voor experimenten gaan hier gebeuren? Mark en zijn collega's die gaan straks zelf een zonnecel maken. En dat doen we met een stofje wat lijkt op tandpasta. Wij gebruiken de kracht van hibiscus thee. En dat tezamen levert een zonnecel op die ook nog een klein beetje werkt. Nou, dat klinkt allemaal heel bijzonder. Met tandpasta en thee, Steven. Ja, heel bijzonder. Maar Mark die wil piloot worden, toch, hè? Ja. Ja, nou kijk, dus misschien dat we hem nog kunnen overhalen. Maar dat gaat er hier in de Discovery truck gebeuren in Meppel. We hebben al bijna geprobeerd, hè. Ja, Theo is niet te stoppen. Misschien gaat hij nog door als astronaut en wordt hij de eerste Meppeler op Mars. Nou, wie weet. Hij wordt wel gestimuleerd door meneer Jurriens, hè? Zeker, prachtig toch? Het is hartstikke mooi. En zonnecellen van tandpasta en thee ook heel bijzonder. Het is 5 minuten voor 8:30. Steven, dankjewel.